Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft vandaag bij monden van directeur Dave Abeleven informatie verstrekt over EITI, de Extractive Industries Transparency Initiative. De EITI is een standaard die door regeringen wordt uitgevoerd in samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties. Abeleven geeft aan dat Suriname in 2017 lid is geworden van de EITI. Volgens hem is een van de vereisten dat er een zo breed mogelijke participatie van drie belanghebbenden moet zijn. Te weten de overheid, het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties. Zijn, en dat ziet u ook dus onder andere hier onderaan, ziet u hun logo's staan van de instanties, de groepen die allemaal vertegenwoordigd zijn. En die ook namens een groter geheel zitting hebben in de MSG. Dat is dus waarmee we van start zijn gegaan. Dit is dus de groep geweest waarmee het allemaal is gestart. En de bedoeling is uiteraard dat we in de loop der jaren verder de uitbreiding kunnen hebben van nog meer groepen, bedrijven en participanten. Abeleven ging daarna in op het verloop van het EITI gebeuren in Suriname. Volgens hem is de EITI standaard 15 jaar geleden opgezet. Bijkans 52 landen participeren in deze standaard. Het doel is om de transparantie te bevorderen van het beheer van de inkomsten uit de natuurlijke hulpbronnen. En dat doet deze standaard middels een aantal richtlijnen. En die zijn vooral gefocust op het openbaar maken van bijvoorbeeld de inkomsten die de staat heeft ontvangen. Bijvoorbeeld uit de extractieve industrie. Maar ook tegelijkertijd de bedrijven die dat openbaar maken. Het gaat om transparantie ten aanzien van contracten, concessies, productie, overdrachten naar de staat toe, verdeling van de inkomsten door de staat en de sociale en economische bijdrage van bedrijven en de overheid. U ziet, het zijn een aantal zaken die hier worden genoemd wanneer het gaat om EITI. En uiteraard begrijpt u, als een land daar lid van wordt, wordt het dus in de loop van de jaren, wanneer dus steeds een rapport moet worden gepubliceerd, wordt er aan deze zaken gewerkt om daar transparantie over te geven, om daar informatie over te verstrekken. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen fungeert als de national champion, oftewel de beheerder van dit proces. Tussen nu en november 2018 moet Suriname zo ver zijn dat zij kan rapporteren aan het EITI. Volgens Abeleven heeft Suriname in het proces om het lidmaatschap te verkrijgen reeds getoond aan alle belangrijke voorwaarden te kunnen voldoen.